Een hele goede morgen iedereen en welkom bij een nieuwe aflevering van Stennet TV Magazine. Mijn naam is Worn en ik ben jullie presentator van deze uitzending. De onderwerpen die we vandaag gaan behandelen zijn de nieuwe app Swipe & Shop, Halloween Fright Nights, het evenement Brain Factory en als laatste de Groene Radio. Swipe & Shop is een nieuwe Nederlandse app die sinds een half jaar in de App Store en op Android verkrijgbaar is. Het is de Tinder for fashion. Hiermee kunnen we de laatste must-haves op het modegebied en op verschillende webshops bekijken. In de volgende video wordt deze app uitgebreid uitgelegd. Swipe & Shop is een Nederlandse app die sinds een half jaar verkrijgbaar is in de App Store en via Android. Het is de Tinder for fashion. Swipe naar links als je een item niet leuk vindt en swipe naar rechts als je het item wil bewaren. Je gaat naar je favorieten en hier kun je met één druk op de knop heel makkelijk al je items weer terugvinden en heel makkelijk ook te bestellen. Schoenen, accessoires, kleding, alles vind je erin terug. De app is alleen voor vrouwen geschikt. Vandaag gaan we mensen interviewen om te kijken wat zij vinden van de app, of ze het al hebben gedownload en of ze het nog willen gaan downloaden. En we gaan de app in real life aan jullie laten zien. Net als met Tinder. Ja. Oh, die vind ik wel leuk. Alleen de mannen konden we niet bestellen en deze kledingstukken kunnen we gelijk in onze bestelwagen doen. Gelukkig vind ik de kleding ook leuk. Oh, ik vind dit wel heel leuk, ja. Nou, dit is de app, Swipe & Shop. Ik ken het nog niet, maar ik vind het er wel handig uitzien. Doet het je misschien herinneren aan Tinder? Ja, klopt. Met zo'n hartje dat je kan zeggen of je het leuk vindt en of dat je het niet leuk vindt. Ja, precies. Ik denk dat ik hem ook ga downloaden. Ben je bekend met Tinder? Ik weet wat het is. Je weet wat het is, maar nog niet actief geweest? Nee. Waarom niet? Het is niks voor mij, denk ik. Maar de app zou wel, als in plaats van leuke vrouwen, leuke kleren het zou zijn, zou je het wel interessant vinden? Ja, dat wel. Maar als ik iemand wilde fixen of zo, dan doe ik het niet via de telefoon. Oké. Ja, wat vond jij ervan? Ja, nou ja, op zich wel heel erg geslaagd. Voor mijn gevoel kennen heel weinig mensen de app. Dus misschien voor de app zelf wel handig om het iets meer te promoten. En ik vind het jammer dat het niet voor heren is. Want ik denk dat sommige jongens daar ook wel behoefte aan hebben. Ja, vooral nu we echt die metroman hebben. We zagen net natuurlijk ook al die jongens die best wel bezig waren met kleding en zo. En die hadden het ook leuk gevonden. Ja, ik denk ook als ik in mijn eigen vriendenkring kijk, dat niet heel veel mensen op de hoogte zijn van de app. Dus ik denk dat willen ze uitbreiden, willen ze het groter maken, dat ze nog wel wat dingen... Ja, vind ik ook wel jammer, want volgens mij is het echt een leuke app. En iedereen die we spraken vond de app ook echt wel leuk. Als het voor heren komt, dan zou het helemaal top zijn. Ik swipe hem sowieso naar rechts. Wij houden het nog even bij Tinder. Ja. Bij ons in de studio vandaag is Samim. Hij heeft in verschillende winkelketens gewerkt en vandaag deelt hij ons zijn ervaring met applicaties op het gebied van fashion. Welkom Samim, dankjewel dat je er bent vandaag. Dankjewel. Alles goed met je? Uitstekend. Ja? Ja. Nou, laten we gelijk beginnen zou ik zeggen. Prima. Voordat we het gaan hebben over de app Swipe & Shop, zou je misschien kunnen vertellen wie je bent? Jazeker, ik ben Samim, ik ben 26 jaar oud. Ik werk al 10 jaar in een fashion brand. Mm-hmm. In de retail, met name in de fashion branch. Waaronder Jack & Jones, Score, Man at Work, Scotch & Soda, waar ik 2 jaar heb gewerkt. Ja. Dus ervaring heb ik in de fashion, vandaar dat ik... Het is ook leuk om te doen, moet ik zeggen. Wat vind je van de applicatie Swipe & Shop? Het is vernieuwend. Het is innovatief. Het is toegankelijk. Een kind van 5 jaar zou het kunnen doen, bij wijze van spreken, maar ook een oma van 70, 65 jaar. Dus het zou wel heel trendy zijn als een oma dat doet. Ja, ja. Het is gebruiksvriendelijk. Mm. Het interface klopt. Toegankelijk, makkelijk. En het mooie van Swipe & Shop is dat ze zeg maar verschillende brands op één platform hebben gegooid. Dus je hoeft niet naar verschillende apps te gaan of verschillende websites. Je hebt gewoon één applicatie en daarop heb je honderden merken.
Dat vind ik zo bijzonder. Als ik persoonlijk ga shoppen, dan moet ik bij wijze van spreken in één stad 50 winkels in en uit voordat ik wat gevonden heb. Ja. Maar zo kan ik gewoon op mijn luie bank vanuit thuis gewoon op mijn telefoon gaan swipen. Ja. Denk jij dat het, als je kijkt in hoeverre de applicatie nu populair is, denk je echt dat het invloed heeft op het koopgedrag van mensen op het moment? Nou, ik denk het wel, want normaal gesproken ga je, als je online gaat shoppen, dan klik je iets aan in je favoriete bak en dat komt op een gegeven moment in je winkelwagen. En dit is het swipen is vernieuwend, dus dat is leuk om te doen. Ik denk dat het wel aan gaat slaan. Het is voor mannen nog niet actief, maar ik denk dat het ook als het voor mannen beschikbaar komt, dat ik zelf ook zal gaan swipen. Ja, ik ook, denk ik. Ik ben kledingverslaafd, dus dat zal voor mij ongetwijfeld werken. Ja, geldt voor mij ook. Zou jij zelf gebruik willen maken van zo'n swipe and shop app? Want ik vind zelf persoonlijk het namelijk juist heel erg leuk, die rush van een winkel gaan doorspitten. Maar hoe is dat voor jou? Nou, absoluut. In die zin geef ik je gelijk. Kan ik me ook in gaan vinden. Want ik ben ook iemand, soms moet ik dingen zien, voelen, waarnemen, ruiken. Ja. En dan mijn keuze gaan maken. Mm-hmm. Maar soms zit je in rush time, dat je geen tijd hebt, dat je even snel bijvoorbeeld iets online wilt bestellen, dat je het vandaag bestelt, dat je het bij wijze van spreken ook die dag binnenkrijgt of de dag daarna. Mm. Maar ik ben ervan overtuigd dat het fysieke winkel voort zal bestaan, want je kan wel aan de hand van een applicatie leuke dingen bij elkaar verzamelen. Maar dan is de vraag van, wat kan ik met elkaar combineren? Ja. Die advies krijg je niet. Ja. Die heb je alleen in een fysieke winkel. Ja. Tot slot, wat is nou echt het sterkste punt en wat is nou een punt wat voor verbetering zou kunnen komen met die applicatie? Het allersterkste punt wat ik al net aangaf is dat je op één platform heel veel verschillende merken hebt. Dat vind ik wel bijzonder. En het zwakste punt dan? Het zwakste punt is dat je geen advies krijgt. Geen advies, oké. Ja. Dus je hebt stel dat je 20 producten hebt. En dan is de vraag van, hoe kan ik die 20 producten tot een outfit combineren. Dat het met elkaar complementeert. Ja. Dat krijg je niet. Helaas, ja. Maar in ieder geval, ik wil je heel erg bedanken dat je er bent geweest. Voor mij heeft het zeer geholpen en ik ga de app zeker gebruiken. Dankjewel dat je er was. Ben jij nieuwsgierig geworden naar de app? Download hem dan nu gratis op je telefoon. Morgen is het weer Halloween. We zijn naar de Halloween Fright Nights geweest, een jaarlijks evenement in Walibi Holland. Ontsnappen lijkt onmogelijk. Hongerige freaks, ronddwalende geesten en Eddie de Clown heersen over het park. Laten we eens kijken hoe onze reporters het er zich van afbrengen. Spannend. We zijn bij het griezeligste evenement van Nederland. Of is het nou juist het grappigste? Dat gaan wij onderzoeken. Wij zijn Rick, Thomas, ja, en ik. We zijn bij de Walibi Fright Nights. En zoals je nu kan zien, het regent heel eventjes niet. Eindelijk is het even droog. Maar ja, toch hebben wij besloten om een toppak te gaan halen. Oh. En daar gaan we! Zo, nou, wie heeft er een handdoek mee? Heerlijk. Nou, snel door naar de volgende attractie. Snel door? Helemaal niet snel door. Het was er hartstikke druk. We besloten maar naar het reuzenrad te gaan. Maar die was kapot. We gingen maar kijken bij de Space Shot. En ook de Goliath konden we niet aan ons voorbij laten gaan. Gelukkig hoefden we niet overal in de rij te staan. We hebben een Fast Lane ticket gekocht, zodat we niet meer in de rij hoefden te wachten. Uiteindelijk moesten we alsnog wachten. Er was ook nog iets met een pratende fontein. Een andere fontein had roze water. En vanaf daar begon het echt spannend te worden. We'll be right back.
Zo, dat was spannend. En van al die spanning hebben Rick en Tjebbe een beetje honger gekregen. Ze zijn maar wat lekkers gaan halen bij de oliebollerie. Natuurlijk moest er ook nog even gewerkt worden. We hebben mensen geïnterviewd en gevraagd wat zij nou eigenlijk van de Fright Nights vonden. Walibi, Fright Nights, wij onderzoeken eigenlijk, is het nou eng of is het nou grappig? Ja, allebei. Grappig. Allebei. Ik heb in mijn broek gepist. Echt heel eng. Maar echt heel eng. Hoe slaap je vannacht? Nachtmerries? Nee, dat niet. Dat niet. Ja, waarschijnlijk. Of jullie slapen allemaal nog bij elkaar vannacht? Nee. Wij wel. Ja. Alleen zij. Ik slaap naast mijn zusje. Was het niet te druk? Ja. Veel te druk. Het was wel druk, maar op een gegeven moment zie je dat niet meer. Nou, het was wel druk, maar het was wel goed geregeld, zeg maar. Volgend jaar weer? Ja, denk het wel. Ja, ik denk het wel. Zij schijnt in de broek. Ja, ik heb het. Dat was het dan. Het was hartstikke leuk en een beetje eng. Soms was het ook een beetje te druk, want nu staan we nog in de file. Gelukkig hebben onze moedige verslaggevers het er heel hard van afgebracht. We zien steeds meer evenementen tijdens Halloween en we gaan hier verder over praten met Danielle Wielenga. Zij is een van de organisatoren van een Halloweenfeest dat wordt gehouden hier in Leeuwarden. Welkom Danielle, dankjewel dat je er bent. Hallo, hartstikke leuk. Ja, alles goed met je? Ja, prima, hartstikke goed. Mooi ja. Zo. Ik ben zelf een hele grote fan van Halloween. Desondanks dat ik in mijn broek schijt bij elk eng gebeuren dat er op televisie komt. Ja. Ik zit altijd zo voor de televisie. Maar zou je ons kunnen vertellen, wat voor evenement heb jij gisteren precies georganiseerd? We hebben gisteravond een freakshow georganiseerd. Een beetje geïnspireerd op American Horror Story, wat op dit moment ook helemaal heel hip is. Heel gaaf. Ja. We hadden een freakshow. We hadden gisteravond acteurs rondlopen. Die de mensen de stuipen aan het lijf, op het lijf aan het jagen waren. Dus een beetje Fright Nights meets American Horror Story in een discotheek gepakt. Gaaf. Ja. En was het een groot succes? Ja, het was een fantastische avond. Ja, het was druk bezocht. Driekwart van de mensen was verkleed. En het was gewoon supergezellig. Ja. Ja. Maar merk je dat Halloween steeds populairder wordt? Want ik kom bijvoorbeeld uit een plekje in Holland waar Halloween niet heel groot gevierd wordt. Maar ik merk dat het hier steeds wel populairder wordt. Hoe komt dat, denk je? Ik denk dat komt door de toenemende mate aan internationale studenten. Die natuurlijk in het buitenland al wat meer gewend zijn om Halloween te vieren. Waardoor dat die trend ook wat steeds meer deze kant op getrokken wordt. Ja. Wat trekt jou persoonlijk zelf nou heel erg aan Halloweenfeesten? Nou, ten eerste het feit dat je het fantastisch aan kunt kleden. Je kan groots uitpakken, je kan outfits, aankleding, alle mogelijke attributen zijn te gebruiken om er een fantastisch mooi feest van te maken. Ja. En dat gecombineerd maakt het tot een superleuk evenement. Maar denk jij dat het dan nu, bijvoorbeeld net zoals Valentijnsdag, is het vrij commercieel geworden nu hier. Maar denk je dat het echt gaat om het commerciële gehalte, dus echt economisch belang? Of is het echt omdat de Nederlanders Halloween, een feest wat oorspronkelijk echt uit Amerika overkomt, of ze dat gewoon echt steeds leuker beginnen te vinden? Ik denk dat het een combinatie van beide is. Natuurlijk heb je een economisch aspect wat er altijd aan vasthangt. Ja. Dat heb je bij Kerst, Sinterklaas, Valentijn, dat maakt niet uit welke feestdag. Maar ik denk wel dat de toenemende mate aan populariteit wel een factor speelt. Ja. Ja. Zou jij dan concreet kunnen samenvatten wat dan de meest belangrijke elementen zijn van Halloween dat het zo aantrekkelijk maakt? Mensen houden ervan om verrast te worden en om een stukje spanning te ervaren waardoor dat je een soort van adrenaline shot krijgt. En ik denk dat dat de essentie van Halloween is, dat mensen graag eventjes die adrenaline willen voelen van een spannend momentje. Wat zouden wij als Nederlanders nou kunnen doen om Halloween nog leuker te maken hier in Nederland? Ik denk dat in eerste instantie het verstandig is dat we het echt met heel Nederland zijnde omarmen. Om daar een soort van, toch wel nationale feestdag, nationale feestdag misschien een groot woord, maar om daar in ieder geval wel wat meer aandacht aan te besteden. Ja. TV-shows, wat meer rugbaarheid aan geven, denk ik wel dat een kans heeft om hier ook een heel groot evenement te gaan worden. Ja. Wat waren je inspiratiebronnen voor de freakshow die jullie hadden? Dat was in Barbascule, toch? Ja, in Barbascule. Ja, klopt helemaal. In eerste instantie American Horror Story. Een beetje Halloween Fright Nights van Walibi. Ja. We hadden acteurs rondlopen, een beetje gebaseerd op Twisty the Clown uit American Horror Story. Maar ook een beetje zombie-achtige personages die je ook in Fright Nights wel voorbij ziet komen. Ja. Denk je dat er volgend jaar weer een event komt? Absoluut. Ja? Leuk. Zeker weten. En dat komt dan weer in Barbascule waarschijnlijk? Ja, het is wel een hele goede environment natuurlijk. Absoluut, de zaak zelf heeft natuurlijk al een beetje een aankleding met allemaal rare rariteiten binnen. Leuk. Waarvan je niet helemaal weet wat je ervan moet verwachten. Ja. Dus ik denk dat dat fantastisch aansluit bij het thema Halloween. Zeker. Nou,
Dankjewel dat je er bent geweest. Het was voor mij erg leuk. En ik kijk uit naar het volgende event. En dankjewel dat je er was. Graag gedaan. Het volgende item gaat over het evenement Brain Factory. Dit event wordt gehouden en georganiseerd door het Stennen Hotel. Docenten, studenten en andere genodigden uit het hele land waren bij dit event aanwezig. Laten we even gaan kijken. Welkom, we zijn vandaag gast bij het Stennen Hotel. Hier wordt vandaag het event Brain Factory gehouden. Gastsprekers van over de hele wereld komen hier om ons meer te leren over het brein. We starten vandaag met twee illusionisten, Rob en Emiel. Jos, listen carefully. Imagine we're just chatting. And you ask this. This is my car. Jos, I will not give you one car. I will give you two of my business cards. I know always, really always, where my business cards are. Yes. 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 Training. I keep the business card in my face. Last part, that's the way I like the most. If he doesn't know anybody to give my card away, there will not be one card in this big box underneath this bed, but two cards. Nooit gedacht dat de brein zo in elkaar zou steken. Laten we snel doorgaan naar de volgende. Meneer Tony Busan, die ons alles leert over mindmapping. Maar eerst kijken of het lukt. Op naar Tony Busan. Dat was een leerzame dag. Welkom in de wereld van mindmapping. Terug naar de studio. Vandaag hebben we in de studio een gast dat een goede vriendin van mij is, Caitlin Tievers. En Caitlin heeft een evenement Brain Factory bezocht en zal ons wat gaan vertellen over hoe zij dit beleefd heeft. Hey Caitlin, hey, hoe is het? Ja, goed. Met wat jou? Leuk dat je er bent, zeg. Ja, dankjewel. Ik vind het erg leuk om hier te zijn. Nou, helemaal gezellig. Ja. Hey, jij hebt gisteren dat event bezocht. Ja. Zou je kunnen vertellen, wat vond je van de dag op zichzelf? Ik vond het ontzettend goed georganiseerd. Het was echt heel erg leuk. Gelijk al bij binnenkomst, zoals je al aankondigde, georganiseerd in het Stennen Hotel. Dus bij aankomst werden we gelijk heel netjes ontvangen. Er werd gevraagd of ze iets voor ons konden betekenen, welke letters we zouden volgen. We werden echt begeleid, ook naar elke kamer toe. En ja, het was gewoon heel erg goed georganiseerd. En daarnaast ook natuurlijk de sprekers die kwamen. Ja, dat was echt heel erg leuk. Ja. Ja. En want je zei net zelf al dat er natuurlijk naast Tony Busan heel veel andere lectures waren op die ja. dag. Welke lectures die dag hebben plaatsgevonden vond jij nou het meest interessant? Er waren twee illusionisten aanwezig, Rob en Emiel. Ja, was heel erg leuk. Dat vond ik ook een heel erg leuk aspect, want vaak zijn dat soort evenementen, zeker voor studenten, wel wat aan de saaie kant. Dus niet heel erg aantrekkelijk. En toen ik hoorde van, illusionisten, nou dat lijkt me wel echt heel erg gaaf om daar te gaan kijken. En dat was ook een hele leuke lecture. Het was niet alleen heel erg leuk, maar ook heel erg leerzaam. Ze hadden het over de blinde vlekken van het brein. Mm-hmm. En wat je eventueel zelfs kan doen, tips en trucs, zeg maar, voor het aanbieden van visitekaartjes. Ja, was echt heel erg leuk, leerzaam. Zeg, gaaf. Ja.
En natuurlijk was er ook de lecture van Tony Buzan. Yes. Wat vond je van die lecture? Want ik kan me voorstellen dat het... Er was natuurlijk al een hele erge spanning in de hallen van Stenen, omdat de Tony Buzan kwam. Ja, dus ik kan me voorstellen dat het best een impact op je gehad heeft. Ja, zeker. Kijk, het is natuurlijk een heel bekend persoon eigenlijk. Misschien voor de een wat meer dan de ander. Tony Buzan claimt natuurlijk de bedenker te zijn van mindmapping. En in sommige aspecten is dat ook echt zo. Mindmapping bestaat natuurlijk al wel heel erg lang. Maar ja, als die man de kamer binnenloopt, dan heb je echt iets van wauw. Hij straalt heel veel energie uit. Heel erg leerzaam ook. Echt dat je denkt van oké, nou dat had ik dus niet verwacht. Hij praat wel een beetje veel over zichzelf, maar dat mag misschien ook wel een klein beetje, hè, omdat hij zo bekend is. Maar hij komt natuurlijk uit Engeland en hij is speciaal voor dit event hier naartoe gekomen. Dus dat vind ik best wel bijzonder. Ja. Zou je ons kort kunnen vertellen wat mindmapping precies inhoudt? Ja, nou je kan eigenlijk vergelijken, als je natuurlijk aan het studeren bent, dan studeer je uit een boek en dan lees je een hele lap tekst. Alleen wat je brein zeg maar doet, is die neemt ongeveer maar 45, misschien 50% van de stof op. Wat niet veel is natuurlijk. Wat niet veel is, nee, want je wil natuurlijk 100%, je wil natuurlijk leren. Door middel van mindmappen zorg je ervoor dat door kleurgebruik, door plaatjes, door golfjes en vormen en allerlei andere dingen, zorg je ervoor dat alle kernwoorden verspreid op papier staan. En dan neemt je brein wordt geforceerd om van boven naar beneden en van links naar rechts te kijken. En dan neem je 85% op. Dus dat is natuurlijk aanzienlijk veel meer. Dus mindmapping is ontzettend handig voor zowel tijdens je studie, maar ook zeker voor in het bedrijfsleven. Ja. Caitlin, dankjewel dat je er was vandaag. Het was erg leuk om precies jou natuurlijk weer als interviewer te hebben. Ja. Ik heb er ontzettend van genoten. Dankjewel. En heel veel succes met je verdere verlopende studie hier. Ja. Helemaal goed. Dankjewel. Het volgende item gaat over de Groene Radio, waar we een kijkje nemen achter de schermen bij Radio 2. Laten we gaan kijken. Welkom allemaal, we zijn hier vandaag bij de studio van NPO Radio 2. We hebben vandaag een interview met Milou Maartjes. Zij heeft alles gedaan achter de schermen van de Groene Radio en gaat ons vertellen waarom wij voor het vak radio moeten kiezen. Mijn naam is Milou Maatje. Ik werk bij Radio 2. En ik werk voor de programma's van Gijs Staverman, Wout van der Goes en Bert Haderinkman. Nou, we hebben gehoord dat jij wat dingen geregeld hebt voor het Groene Radiostation. Zou je ons daar wat meer over kunnen vertellen? Ja, dat klopt. Ik ben best druk geweest die week. Mijn taak was eigenlijk om de plekken te regelen waar de verslaggevers naartoe konden. Dus we hadden de Duurzame Diva's, heette dat, gedurende de week. Dat waren drie verslaggevers en die gingen het hele land door op zoek naar duurzame initiatieven. En die gingen daar langs en ik moest dus de plekken selecteren en dat regelen eigenlijk. Dat ze er naartoe konden en wanneer. En er moest iets leuks te doen zijn, want je wil niet alleen een gesprekje, want dan kun je net zo goed bellen. Dus er moest iets te beleven zijn, iets te horen en het moet een leuk initiatief zijn natuurlijk. Maar waarom zouden wij juist voor radio moeten kiezen? Ja, ik vind radio het medium waar je het meest creatief kunt zijn. Radio is prachtig. Ik ben echt een radiomens. Ik vind dat echt fantastisch. Je kunt alle kanten op. Denk aan de hoorspellen van vroeger. Wat je allemaal wel niet kan met geluid, dat is echt geweldig. En je kunt de leukste mensen spreken, je komt op de gekste plekken. Je kunt gewoon echt iets moois maken. En daarom hou ik heel erg van radio. Oké, en er is natuurlijk één DJ benoemd tot de groenste DJ. Wie is dat en waarom is hij de groenste DJ? Dat is Gijs Staverman geworden. En die heeft gewoon de opdracht het beste gedaan. De DJ's kregen elke dag een challenge. Kom het groens naar je werk, kook eten van restjes en ze hebben allemaal wel een keer gewonnen, geloof ik. Denk ik, dat weet ik eigenlijk niet zeker. Maar uiteindelijk werd samengevat wie het nou het best gedaan had en dat was Gijs. Chantal Rustenmeijer werkt bij een marketingbureau en leeft een heel duurzaam leven. Chantal zal ons vertellen over het werken in de media en zal ons een paar duurzame tips geven. Welkom Danielle, welkom Chantal, welkom in de show. Alles goed met je? Ja, zeker. Met jou ook? Ja, zeker. Dankjewel. Mooi. Omdat aangezien wij allemaal mediastudenten zijn, kan je ons misschien vertellen hoe is het nou om echt te werken in de media-industrie? Ja, ik vind het heel erg leuk om in de media-industrie te werken. Ik ben zelf manager over het verkoop van de klanten.
En het is gewoon heel wisselend werk, omdat de vraag van de klanten die verandert steeds. Dus je moet je aanbod moet je daarop ook weer aanpassen. Ja. Dus je bent continu bezig met het bedenken van nieuwe aanbiedingen om de vraag van de klant zo goed mogelijk te beantwoorden. En het is wel een nadeel, want je hebt geen vaste omzet. Omdat de klanten steeds veranderen, je aanbiedingen veranderen steeds. Dus je hebt geen vaste omzet. Dus dat is wel het nadeel van het vak. Ja. We hebben gehoord dat jij een heel duurzaam leven leidt. En waarom vind je dat zo'n belangrijk aspect van om in te leven? Het zijn eigenlijk de kleine dingen die je maar hoeft te veranderen. En ja, je helpt toch een beetje mee dat het milieu toch wat schoner blijft. Ja. Want ik let er gewoon op dat ik niet te lang onder de douche sta. Nou, en als ik het nu koud krijg, dan doe ik eerder een vest aan nadat ik de kachel aan ga zetten. Hier hoeft dat gelukkig niet met al die warme lampen. Dus, het is hier gelukkig warm. En gewoon afval goed scheiden. Dat zijn gewoon de kleine dingen waar je eigenlijk al heel veel dingen mee oplost als iedereen dat zou doen. Ik neem aan dat je dus zo'n concept ook zou kunnen gebruiken voor de media-industrie. Is het mogelijk om een link te kunnen leggen tussen duurzaamheid en media? Ja, zeker. Want media die is natuurlijk, dat kijkt iedereen, radio luistert iedereen. En de mens is toch een beetje, die wil een voorbeeld volgen. En als mensen het horen, vaak op de radio, zien op tv, dan gaan ze toch naar een voorbeeldfunctie neigen. Ja. Dus daarom nemen ze dan vaak de goede dingen over wat mensen willen overbrengen via de radio en media. En het is een prachtig voorbeeld om te geven natuurlijk. Ja. Heb je gehoord van de Groene Radio van Radio 2? Ja, zeker. En wat vind je ervan? Ja, ik vind het zeker dat het een goed initiatief is wat ze doen. Het is voor hun ook weer een teken dat hun ook aan het milieu willen denken. En doordat het een radio is, ja, er zijn gewoon heel veel mensen die daar naar luisteren. Dus ik denk ook dat een hele grote groep Nederlanders daardoor toch aan de kleine dingen gaan denken om een beter milieu te creëren. En als we dan hebben over de Groene Radio en de duurzaamheid, zou jij een paar tips kunnen geven aan de mensen die aan het kijken zijn en ook voor ons, wat wij nou zouden kunnen doen om duurzamer te leven? Ja, je hebt natuurlijk de standaard tips die ik net al zei. Gewoon denk eraan met douchen. Zet bijvoorbeeld een tijd in dat je 7 minuten gaat douchen, niet langer. En daar bespaar je gewoon heel veel water mee. En dat meerdere mensen gewoon, als je het koud hebt, trek gewoon een vest aan, pak een vliesdeken, in plaats van dat je de kachel meteen aanzet. Want dat bespaart gewoon zoveel. En stekkers uit apparaten halen dan in plaats van op standby zetten. Heeft dat zo'n grote impact dan, als je de stekkers erin laat zitten? Nou ja, je krijgt het verbindt alsnog met de stroom. Ja. En of het nou standby staat, ja, er brandt een lampje in je tv als je op standby staat. Ja. Dat vraagt om stroom. Ja. En als iedereen gewoon 's avonds de stekkers eruit zou halen, zou dat echt wel een groot verschil maken. Ja. Om het eventjes terug te hebben op wat jij doet in de media natuurlijk. Ja. Wat is voor jou de motivatie geweest om naar de media-industrie te gaan kijken en om daar te gaan werken? Het is gewoon heel verschillend en je hebt geen vaste werktijden. En ik vind het zelf niks om elke dag van 9 tot 5 achter een bureau te zitten. Iets heel herkenbaars, ja, absoluut. Dus dat vind ik gewoon helemaal niks. En dit is gewoon heel wisselend, want ik heb ook avonddiensten. En je bent ook gewoon heel veel in contact met mensen. Want ik ben in contact dan voor de kranten die ik werk. Ik ben in contact met wederverkopers. Dus het is heel wisselend. En dat is juist, dat vind ik gewoon heel erg leuk om te doen. En is het de keuze waar je nooit spijt van zal gaan krijgen? Nee, denk het niet. Helemaal gaaf. Ik ben zelf natuurlijk ook mediastudent, dus ik kan me compleet aansluiten bij jouw mening. Ik wil je ontzettend bedanken, Chantal, dat je er bent geweest. Gedaan. En ik ga zeker duurzamer leven en ik hoop voor de mensen thuis ook natuurlijk. Dankjewel dat je er was. Ja, graag gedaan. En dan zijn we nu aangekomen bij het einde van deze show. We willen jullie graag bedanken voor het kijken en tot de volgende keer. Dankjewel, hè.